De voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, Steven Debbie Persat, zei zaterdag in gesprek met onze redactie dat het zeker is dat het leven ook in 2022 duurder zal worden. De regering heeft geld nodig voor haar inkomsten en zal dat halen middels de diverse belastingen zoals BTW. Straks, midden van dit jaar, zei die overheid, gaat BTW komen. BTW gaat maken dat er toch weer prijzen omhoog gaan. Het moet een bepaald gedrag creëren bij de burgers dat je meer gaat opletten wat je koopt, wat je consumeert. Ja. Want bij BTW zal dus elke alles wat je koopt, een brood, een soft, zal BTW erop hebben. Als je uit gaat eten, zal een stukje van die prijs omhoog brengen. Ja. Dus het leven gaat ook in dit jaar duurder worden. En toch zegt Debbie Persat dat belastingen een drempel zijn op weg naar verbetering. De VES-voorzitter doet een voorspelling voor dit nieuwe jaar op economisch gebied. We hebben vorig jaar die eerste stap gezet naar stabilisatie. Na stabilisatie, wat nog erg fragiel is, moet je nu die maatregelen nemen die je naar die volgende fase brengen. Mm. Eigenlijk de eerste stap naar groei. En er moet zoveel gebeuren, niet alleen bij de overheid, maar ook bij bedrijven en burgers. Ja, ja. Wij moeten nu die collectief gaan nadenken van waar willen we zijn als samenleving. Ja. Het gaat geen makkelijk jaar worden, maar als we het goed doen dit jaar, dan kan het zijn dat we die fundamenten leggen om blijvend uit de problemen te komen. Debbie Persat zegt ook nog uit te kijken naar de investeerders die er komen volgens de regering.